Fakka broers, ach, fakka. Welkom bij een nieuwe Fortnite video. Jullie willen Fortnite, jullie krijgen Fortnite. Ik speel niet meer zoveel Fortnite, maar de achterbroers willen Fortnite. Dus ik als papi geef jullie fucking Fortnite. En zoals in elke video gaan we eerst wat geld verspillen aan dit kutspel. Want mensen vinden het leuk om mijn geld te zien verspillen aan dit kutspel. Deze is fucked. Nice. Nu lijkt mijn mannetje op een pedofiele beer. Wel verse pad aan pedofiele beer. En daarmee gaan wij een lekker potje Fortnite winnen. Ondertussen wel een level 62, maar nog altijd kut. Heb ik al gezegd, jullie moeten stemmen op mij als beste vlogger voor de Viet Awards. Ik ben de enige Belg die genomineerd is voor iets. Dus het is ik tegen al die fucking Hollanders. Dus als jij ook Belg bent, of gewoon Nederlander en je support België, stem dan op mij. Want ik ben de enige fucking Belg die kans maakt om iets te winnen, dus. Stem op mij, beste vlogger. Want ik vlog veel. Beste vlogger. Wow, dit is wel nice. Ik lijk echt op een pedofiele beer. En dan gaan we mij afvragen. Is mijn hoofd is fucking groot. Dus is het dan makkelijker om mij te headshotten? Waarschijnlijk wel. Deze skin was een hele domme aankoop. Dit dansje ook. Huh. Yeah. Nice. Ik weet niet waarom ik eigenlijk aan het opnemen ben. Eigenlijk moet ik heel dringend een plasje doen. Maar ik zit al in die fucking... Rustig. Denk als je een nieuwe skin koopt op dit spel en je besteedt even 20 euro aan een paar fucking pixels, dat je beter speelt. En hij gematcht wordt met hele slechte enemies. Dan kan je makkelijk een potje winnen. Daar is er een fake broer. Maar ja, loop maar weg vriend! Ik heb mij ook gekleed als een strijder, omdat je dan beter bent in Fortnite denk ik. Dus ik vind het zelf ook altijd heel leuk als je naar een YouTuber kijkt die moeite heeft gedaan om een leuke outfit te hebben. Dus bij deze outfit. Er is net iemand in mijn gebouw binnengekomen. Die guy gaat echt... Oh! Ga je volledig naar de... Ja, waar is hij? Oeh, ik hoor hem. Hij komt dichter. Hallo? Hello! Hij is aan het slaan en shit. Yo, what the fuck is hij aan het doen? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Fake broer. Fake broer. Oh, godverdomme, ik word beschoten. Godverdomme, stop. Dit is niet goed voor mijn hart. Dit is niet goed voor mijn hart. Hallo? Godverdomme. Oh! Oké, maar er komt nog iemand. Er komt nog iemand. Het is nog niet gedaan. Ga hier snel helemaal dicht bouwen. Yo, get the fuck. Even wat dingen hier hangen. Gewoon, ja, zo. Dit is zelfverdediging. Hier ga ik campen en chillen. Ik heb ook van die nieuwe granaten. Zo die rare seksspeeltjes. Het lijkt op een seksspeeltje. Ik ga niet zeggen welke. Maar hiermee kan je dus mensen weggooien of zo. Ik denk dat dat ding ervan is. Dat je zo kan... Dan vliegen ze 10 meter weg. Hoezo is er hier niemand? Normaal is er hier altijd enge chaos. Zie ik daar nou? Nee, het is een waterding. Oké. Deze tactiek is de El Clasico. Je campt op de rooftop. En je blijft hier gewoon voor de rest van de game. Dan heb je leuke gameplay. Oeh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Daar is hij. Hij is daar lopende. We gaan een granaat gooien op hem. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oh, fuck nee, hij was op mij. Godverdomme, man. Ja, kijk, ja. De impulse grenades werken dus wel goed. Zo zie je maar wat je ermee kan doen. Dus even testen, snap je? Even kijken hoe... Echt de fake broeractie van dit spel, hoor. Echt fucking fake. Ik bedoel, ik gooide hem en ik zag dat hij zo blijft plakken aan die muur of zo. En ik dacht van... Ah... Fuck. En ja. Toen begon mijn mannetje te vliegen. Weten jullie wat dubbel pumpen is? Waarschijnlijk wel, snap je? Ik heb het nog nooit echt gedaan, maar ik heb nu 3 pumpies, dus... Triple pumps! Daar is er eentje. Oké, we gaan eens checken hoe die dubbel pump ding werkt. Mensen zeggen het is moeilijk. Watch me. Dubbel pump. Zeker geen dubbel pump. Dubbel pump werkt niet op PlayStation. Ik heb het getest. Het is niet mijn ding. Kijk, hier landen is heel gevaarlijk. Maar ja, als je het goed doet, dan kill je wel iedereen. Dus ja, als je het niet goed doet, dan ga je zelf dood. Snap je? Dus gewoon een beetje springen. Zo van, hey bitch. Woop. 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 Zo, en dan. Woop. En dan. Woop. Oh, godverdomme. Clean escape. Clean, clean, clean. Woop. Overal, oh! Overal mensen, overal mensen. Oeh, ik heb nog 5 levens. So. We got him. We safe, we good. Wat granaten gooien om te tonen dat er niet met mij gefokt wordt, hè? Fake broers, get the fuck out. Hey, dat was even. We good. Meestal als je net zo'n actie hebt gepoeld, dan gaat waarschijnlijk iemand uit deze deur komen. Ik sta klaar om. Ik heb hem al 2 keer geraakt, hij is nog altijd niet dood. Hoezo? Ah, ik dacht al, vriend. Wat?
What are you trying to do? Oh, er is daar nog iemand, Die denken van, ik zie die shit niet. Jawel, maar ik heb nog altijd 5 levens, dus iemand fix iets om te healen. Godverdomme! Maak ik zo'n fucking gekke play, dan koop ik zo'n fucking dure skin. Dan doe ik gekke shit. Dan loop ik in zo'n ding. Zelfde tactiek als de vorige keer, maar deze executen we hem perfect. Er ligt hier niks. Oké, okay, daar is er wel een chest. Geef iets goed. Run iets. Ik ga niks zeggen. Het spel gunt mij niks. Oké. Ga ik even tonen wie de fucking legend is. Wie de Fortnite master is. Woe! Biatch. Jullie dachten, Jaraski is goed? Nope. Ik dacht hier weer zo'n seksspeeltje, maar ik ga hem gewoon weer meenemen, man. Deze keer ga ik er wel iets gek mee doen. Is er hier iemand? Ja, er is hier iemand. Woehoe! Ja. Oké, nu wil ik gewoon weg uit deze fucking kutstad. Dus, fuck you, Tilted Towers. I'm out, bitch! Misschien nog één iemand snipen. Nog één iemand voor de achterbroeders. Ik heb 2 koffies gedronken voor deze opnames en ik sta fucking... Ja. Er waren fucking veel mensen die zeiden op mijn Instagram van, hey, wanneer komen de snowboard vlogs? Ja, ik weet het niet, ze staan allemaal online, maar ja, ik weet ook niet wanneer ze komen. Nog een kleine chest voor de broer. Oké. We hebben hier een mooie overview over Tilted Towers. Maar ik zie weer niemand. Iedereen is weg. Oké. Daar is er iemand. Oké. Ik kan niet zo goed snipen, maar... Dat was er duidelijk op. Dat was er ook... Dit is een kutsniper. Die fake broer zit nog altijd in dat huis. Hij moet er wel uitkomen en dan vangt hij lood. Ja, dan vangt hij mijn kogel. Er zit ook iemand in de kerktoren. De perfecte spot om even goed te checken wie hier nog allemaal in tilt zit. Hey, daar hebben we weer vision op iemand onder de trap. We gaan eens checken wat we kunnen doen met die bom. Oeh, hij is weggevlogen. Kijk, hij is nu daar. Hey. Show je hoofd. Nee, niet schiet op mij, vriend. Oeh, wow. Waarom schiet hij nu op mij? Doe daar weer iemand. Oké, blijf even stilstaan. Blijf 1 seconde stilstaan. Eén seconde. Blijf nog. Kut sniper. Conclusie: semi-automatische sniper is echt rotzooi. Ik bedoel. Hey. 8 slacht. Geef dat ding even een buff of zo. Maak dat even sterker. Ik bedoel, 2 shots en nog niet dood. Het is een sniper. Die kogel penetreert je schedel. Oeh, daar is er weer iemand. Wat denkt die amief? Dat hij mij gaat neuken? Hij zit achter die steen. Daar is hij. Ah, godverdomme. Ja, nee. Dat was een echte broerschot. Dat was een kleine piek en zijn kogel door schedel. Nee. Hopelijk heeft hij wel iets om te healen of zo. Zou wel chill zijn. Dus jullie weten het. Zondag. Livestream op Twitch. Live Fortnite. Met de broers. Ik zie je wel ook daar achter je muur. Lamief. Ga hier ook een beetje traps hangen. Je weet maar nooit dat iemand mij probeert te neuken. En dan, dan wordt hij ook geneukt. Snap je dan? Sissi. Ik moet echt nog altijd een plasje doen. En Fortnite spelen? Ik bedoel, ik moet echt een plasje doen. Hoe kan ik nu een plasje doen? Ik denk dat ik een flesje ga nemen en even gaan plassen. Oké, daar loopt er iemand. Die heeft geen idee dat ik hier ben. Maar het is niet de moeite om te schieten. Snap je? Want deze sniper is toch wack. Ik neuk je straks wel. Oké, hij is daar. We gaan voor die longshot snipes. Ja, nee. Ik denk wel dat deze skin het geld waard was. Ik ben een roze teddybeer. Ik val zeker niet op als iemand mij ziet. Bedoel, je ziet mij direct lopen. Echte tryhard skin. Echte skin van fucking tryhards. En voor die mensen die 20 euro willen besteden aan een gratis spel. Fake broeractie van mijn camera. Vanaf hier is er zo even geen facecam. In het meest intense moment van dit spel is er geen facecam. Sorry, blijf kijken. Beeld je in dat ik er nog ben of zo. Je hoort wel mijn stem. Sorry, broers. Dan ga ik ook nog eens geneukt worden door de storm. Godverdomme. Oké. Waar zijn die mietjes? Ik raak hem weer, maar deze sniper is te gay om iemand te killen, dus. Oké. Stabiel. Oh, nee. Ik heb 5 levens. Godverdomme. Ik heb hem geraakt. Oké. Er is hier nog iemand. Toon je hoofd maar gewoon. Toon maar gewoon waar je bent. Vriend. Ik weet niet waar, maar... Kom maar op! Geef dat ding. Ik wil die grenade launcher. Ik wil die trap. En ik wil die... geef die medkit. De medkit. Hallo, medkit. Oké. Waar de fuck is mijn sniper? Hoezo is mijn sniper ineens weg? Hé? Ik ben hier helemaal aan het trillen. Oh,
een andere sniper. Nice. Oeh, iedereen schiet op mij. Ik ben aan het zweten. Ik voel dat ik... Oh, er is iemand aan het schieten op mij. Stop. Niet schieten. Oh, ik zit hier echt niet graag. Oh, hij is daar. Hij is daar. Ik heb hem gezien. Hij gaat mij niet killen. Chill, chill, chill. Oh, daar is er ook iemand. Help, help. I'm out. Fuck Fortnite. I'm out. Zondag livestream op Twitch. Dan gaan we eens tonen hoe de fuck je Fortnite speelt. Bedankt om te kijken. Applaus voor jezelf. We zijn, ik weet niet hoeveel stick was. Fuck. Ja, kijk, ik kon er niks aan doen. Wat? Met je vriendin en gooi dan naar andere mensen. Misschien als jongen niet, maar als meisje, we weten allemaal dat iedereen dat doet. Doe dat niet. Als je meisje bent, doe dat maar. Jongens, het is fucking gay.